Nou, we gaan nu dus de omgeving verkennen. En volgens mij gaan we dat niet lopend doen. Dan heeft Laura wat geregeld. Dus ik ga even kijken waar ze is. Ik heb mijn fietsjes voor je geregeld. Nou, fijn. Ik ga op de fiets de omgeving verkennen. Let's go. Ja, ja, daar gaan we. Kan je me nog bijhouden? Zo, ze bent in de haren. Zeg, Stefan, wat vind je nou eigenlijk van Zeeuws-Vlaanderen? Echt heel erg leuk hier. Echt heel mooi. Laten we even starten hier zo in Groene Podium. Moet je even rond je heen kijken. De vogels fluiten en het is een prachtig bos om samen met je gezelschap naartoe te gaan. Maar het heeft natuurlijk ook wel wat bijzonders. Want wat zien we hier allemaal? Stefan, vertel eens even, wat zien we hier allemaal? Nou, ik zie hier dus omheen enorm veel bunkers. Maar die bunkers zijn allemaal geschilderd alsof het huisjes zijn. En ik zie overal klimrekken en attributen op die bunkers. Groene Podium is een park ongeveer op een kleine kilometer van Groene vandaan. En is echt leuk voor jong en oud. Maar inderdaad, laten we even beginnen met die bunkers. Hè? Want er staan hier zo 12 bunkers. En ja, wat heeft dat nou voor geschiedenis? Nou, die 12 bunkers die zijn hier ontdekt en waren onderdeel van de Atlantic Wall. Dit is eigenlijk toch wel heel bijzonder dat er hier dus 12 bunkers bij elkaar lagen. En gelukkig is er toen voor gekozen om het park in een nieuw jasje te steken. Namelijk sinds 2006 hebben we hier zo het Groene Podium. Ja. Tegenwoordig zijn de bunkers toegankelijk voor bezoekers. Ze hebben bijvoorbeeld van die palen waar je informatie uit kan halen. Ja, en je kan dus ook op die bunkers kan je natuurlijk klimmen. Hè? Zeker! Allemaal... Dat gaan we doen, toch? Let's go! Yes, zeker! Joehoe! Nou, ik nog. Oh, dit is echt heel leuk als je hier met kinderen bent. Hoppa! Niet alleen voor jong, maar ook voor oud. Zeker! Je kan niet heel de tijd met een biertje op het terras zitten. Je hoeft niet altijd. Oh. Een actieve vakantie in Vlaanderen. Is het al tijd voor dat biertje? Of? Nou, dat was Groene Podium. Op naar deel 4, waar we het strand en de waterdune in de omgeving van Groene gaan ontdekken. Tot dan!